Zwembad Heersdiep vierde deze week hun 10-jarig jubileum. Een week lang aan talloze activiteiten werd zondag groots afgesloten. Wethouder Camera opende de dag waarna iedereen gratis kon zwemmen en meedoen aan de activiteiten en workshops. Ja, een hele week feest, want jullie bestaan 10 jaar. Hoe hebben jullie de afgelopen weken beleefd? Nou, het was hartstikke gezellig. We hadden leuke presentjes voor de deelnemers van de lessen. We hadden presentjes voor de deelnemers aan de doelgroepactiviteiten. En we hadden rondleidingen. Ja, vandaag is de slotdag. Wat is er hier allemaal vandaag te doen? Nou, allereerst is het AJD. Alle Jezus druk. Want iedereen mag gratis naar binnen. En dan verder zie ik uit mijn ooghoeken zie ik boogschieten. Ik zie daar allerlei kinderen spelen. Ik zie kanon staan. Achter me is het zwembad bezet. In het wedstrijdbad vind je duiken, onderwater, hockey, reddingsbrigade, wedstrijdzwemmen, van de duikplank af springen. En dat is eigenlijk ja, zo ongeveer wat we vandaag doen. We proberen de mensen te betrekken ook. Hè? Dus de mensen kunnen rondlopen en kijken. Maar het liefst hebben we dat ze mee gaan doen. En dat ze ook belangstelling tonen voor de sporten van al onze verenigingen. Ja, 10 jaar zijn Heersdiep. Wat houdt jullie stichting in? Nou, het is niet Stichting Heersdiep. De stichting is al in de 60 jaren opgericht. Met het doel om een zwembad te verkrijgen voor de Helder. Was er niet. Is wel gelukt. In 1971 hebben we de schots kunnen openen. In 1991 hebben we dat nog eens een keer helemaal kunnen verbouwen en renoveren. In die jaren is ook de stichting eigenaar geworden van de grond en de schots. En ja, in 2003 hebben we eens gekeken naar de staat van dat zwembad. Moeten we het weer renoveren of gaan we naar nieuwbouw? En toen hebben we met de gemeente en met de marine, want dat is een vaste klant, hebben we overleg gepleegd. Dat heeft best lang geduurd. Wat gaan we nou doen? Maar in 2010 besliste de gemeenteraad om een nieuw zwembad neer te zetten. Wat aan alle eisen van onze stichting, maar vooral ook natuurlijk van de gemeente, de gemeenschap en de marine zou voldoen. Ja, en bij de opening van vanochtend hebben jullie een cadeau gedaan aan de wethouder. Wat houdt dat in? Het cadeau behelst erin dat we een attractie aanbieden aan de bevolking van Den Helder. Maar in casu natuurlijk de bezoekers van het zwembad en dan de jeugd van 4 tot 14. We gaan een stuk terrein inrichten met een heuvel met een waterloop. Er komt een soort wiebelloopbaan waar je overheen kunt. Maar vooral komt daar het wrak van het piratenschip van de oude Bertus de Grijze. Een piratenschip dus, als wrak. En dan kun je inklimmen en opklauteren. En dat moet aanstaande winter allemaal gereed komen. En dan kunnen we dat in mei in gebruik gaan nemen. Ja, en hoe zie je nog de toekomst van het zwembad voor jullie? Nou ja, wij hebben als exploitant, als stichting van dit zwembad, met onze medewerkers nog een contract en dat loopt nog 10 jaar. Dus we verwachten de komende 10 jaar met de nodige initiatief te komen om af en toe eerst wat leuks te bedenken en bij te zetten. We hebben nog wat technische dingen die moeten worden opgelost, maar daar horen we volgend voorjaar meer van. En we zien de toekomst wel goed tegemoet, want het is natuurlijk heel belangrijk om een heldere zwembad te hebben.